In deze aflevering van Jagers TV zijn we bij Jacht en Buitenleven in Liemte, bij kookwedstrijd Puur Koken met Wild in Rotterdam en maakt Bjorn met een juniorjager een rondje door zijn jachtveld. Hartstikke leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Jagers TV. Welkom op Landgoed Velder in Liemte en welkom op Jacht en Buitenleven 2019. Op 20, 21 en 22 september vond de Jacht en Buitenlevenbeurs plaats. Voor het 10e jaar op rij werd deze beurs georganiseerd. Deze beurs staat volledig in het teken van alles op het gebied van de jacht en het buitenleven. Er worden op Jacht en Buitenleven uitgebreid demonstraties gegeven. Hondenmeutes, politiehonden, paarden, roofvogels, kleiduivenschieten, boogschieten, hondenwedstrijden en nog veel meer. De Jagersvereniging wordt op Jacht en Buitenleven uitgebreid vertegenwoordigd door bestuurders, medewerkers en ledenvertegenwoordigers. Ook aanwezig in onze stand is een kok van Eurotox, een vereniging van zelfstandig werkende koks. En hij maakt heerlijke gerechten van wild. Wat staat er vandaag op het menu, Gerard? Nou, wat wij onder andere hebben gemaakt is een fileté van aardperen met konijn. Mooie wilde konijntjes. En wat pruimedante daarin. We verkopen het eigenlijk als, of we presenteren het aan onze gasten als een cappuccino. Hè, dus met een klein beetje room daarop en wat gedroogde koffiepoeder. Vervolgens hebben we een stoofpotje van ganzenvlees gemaakt, van de ganzenbouten. Dat is natuurlijk een ontzettend groot overschot met de ganzen, dus daar doen we graag wat mee. Duif. En met prei en op smaak gebracht met wat kummel. Vervolgens mooie wilde eendenborst met Alkmaarse gort en koenkwats. En als laatste hete bliksem. Hè, dus een heel traditioneel gerecht eigenlijk van appel en aardappels met Hollandse reebout. Dus dat presenteren we hier aan onze gasten. En het wordt allemaal heel erg positief ontvangen, heb ik begrepen. Het is ook heerlijk. Het smaakt allemaal lekker en het is mooi Nederlands wild. En daar staan wij ook als vereniging heel erg achter. Dat we regionale producten gebruiken uit het seizoen. Fantastische beurs. Jacht en Buitenleven was weer geweldig dit jaar. We hebben heel veel van onze leden gesproken. We hebben heel veel vragen ook weer over jagen beantwoord. Kennis gemaakt met nieuwe leden en nieuwe jagers die de jachtopleiding gaan volgen. En ik hoop iedereen volgend jaar hier ook weer te zien. Wat mij betreft was het weer geweldig. Op dinsdag 24 september was de 5e editie van de kookwedstrijd Puur Koken met Wild tijdens horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam. 5 teams, elk met 2 koks in opleiding van de Cas Spijkers Academie en 1 junior jager, zetten in de wedstrijdarena van Gastvrij Rotterdam alles op alles om de jury te imponeren met hun kennis en kunde van wild. Dit jaar werkten zij met wilde eend en wild zwijn. Voor het 5e jaar op rij organiseerden de Cas Spijkers Academie, restaurantvereniging Eurotox en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de kookwedstrijd Puur Koken met Wild. Met deze wedstrijd willen deze organisaties het werken met Nederlands wild promoten en de directe samenwerking tussen koks en jagers stimuleren. Het winnende team wist zich voor de eerste plaats te kwalificeren door vooral de eenvoud in de gerechten te houden. Tevens prees de jury de goede uitbeentechniek van de jager bij het portioneren. Herman Terwelen verzorgde het wild en gaf tijdens de wedstrijd een demonstratie van het vullen en slachten van wildzwijnen.
meesterkok Dennis Kuipers van restaurant Vinkeles in Amsterdam met sinds 2010 één Michelinster, was juryvoorzitter tijdens deze wedstrijd. Het team van Puk en Mitchell van Kastspijkers Academie Breda en juniorjager Arjen waren de winnaars van Vuurkoken met Wild 2019. Vandaag gaan we op pad met juniorjager Co in en om het landgoed waar ik het jachtrecht heb. We doen in dit veld veel aan biotoopverbetering en voor Drentse begrippen is de wildstand daar redelijk goed. Vandaag is ook onze jachthond en draadhaar Visla Pip mee. Ze is vandaag 13 jaar geworden. Een leuk uitstapje voor haar, maar ja, we merken wel dat ze wat ouder wordt. Het wordt allemaal wat moeilijker om mee te gaan, maar het koppie laat dat nog allemaal toe. En zeker vandaag hoort ze daarbij te zijn om te kunnen apporteren. De eendenjacht, een redelijk gevarieerd veld met veel water, kanaaltjes lopen er tussendoor. Ook veel dekking, ook een agrarisch cultuurlandschap rondom het dorp. En daar trekken de eenden natuurlijk fantastisch op om hun voedsel bij elkaar te scharrelen. We gaan kijken of we die eenden op de trek kunnen schieten. En mocht dat lukken, dan heeft de hond iets om te apporteren. In het veld wordt veel aan biotoopverbetering gedaan. Met name de kleinere percelen worden rondom ingezaaid met 3 meter wildmengsel. En dat betekent dat ook rond bijvoorbeeld de maïsvelden, maar ook de aardappelvelden en de suikerbieten allemaal bloemrijke mengsels gezaaid zijn. Dat betekent dat de variatie in dat veld enorm is. We hebben zowel fazanten, maar ook hazen komen daar in steeds grotere aantallen voor. Met de ganzen gaat het ook heel erg goed in Drenthe. We zien zeker in de wintermaanden het aantal ganzen van de rietganzen, de koolganzen toenemen. En het hele jaar door treffen wij nijlganzen en Canadezen aan. Nou, we hebben vanochtend gezien dat we ontzettend grote vluchten met Canadezen in het veld hebben. En dan zullen we binnenkort eens even kijken of we daar een actie op kunnen uitzetten. Samenwerken met de boeren vind ik heel belangrijk. We hebben niet alleen maar het jachtrecht, maar het contact met die boer is ook heel belangrijk. Het kan eens een keer gebeuren dat je auto vastgereden is. Nou, dan bel je de boer en die komen heel graag met de trekker even om jou daar weer los te trekken. Maar ik vind het ook belangrijk om het contact met de boer te hebben, omdat hij bijna dagelijks in het veld is. Hij ziet wat daar leeft, hij weet waar de kraaien rondtrekken. We kunnen met hem afstemmen wanneer hij gras gaat maaien of zijn snijmais gaat oogsten. En dat contact, dat is in dit veld gewoon heel erg warm. Ik vind het persoonlijk als jager erg belangrijk om mensen een kans te geven. Zeker de jonge jagers die net beginnen, die nog veel moeten leren in de praktijk, bied ik graag een kans om mee te gaan in het veld. Ik laat ze zien hoe het veld in elkaar zit, welke wildsoorten er voorkomen, sporen lezen. Eigenlijk alles wat je in de theorie geleerd hebt, vind ik belangrijk om over te dragen in de praktijk. En daar hoort uiteraard ook een schot bij en een stuk wild oogsten. Hoe is het begonnen bij jou met jagen? Je vader jaagde? Ja, mijn vader die jaagde altijd en zijn vader heeft ook altijd gejaagd. Ja. En nou, had zijn oude wapens had hij nog. Ja. En, nou, ik ben altijd sinds kind af aan al mee geweest met mijn vader. Of de duiven, weet je, duiven ophalen en ja. Allemaal van dat soort dingen doen. En ik ga er mee drijven. En dus eigenlijk vanuit mijn vaders kant heb ik dat een beetje overgenomen. Mooi. Hij is onlangs overleden, een paar jaar geleden. Dat klopt, ja. Ja. Dat heeft vast iets met je gedaan, dat heeft impact. Ja, hij is 5 jaar geleden overleden nu en dat heeft mij vooral gemotiveerd. Nou, ik ben van opleiding veranderd en het heeft mij vooral gemotiveerd om weer dingen op te pakken. En zeker daarmee jagen, om dat gewoon op te pakken met zijn oude wapens verder te gaan en zijn oude spullen en gewoon lekker op te pakken. Die ja, je vader was een bekendheid, ik heb hem ook nog mogen kennen bij de jagersvereniging, was een fanatieke bestuurder. Ja. Volgens mij was hij dierenarts. Klopt. Een groot netwerk. Veearts. Ja, heel groot netwerk. Mooi. En dan toch die passie overgenomen. Ja. En ik denk dat dat wel een stukje respect is ook naar hem toe, dat jij gewoon die passie uitstraalt. En, nou, ik heb je vandaag mogen volgen. Waarschijnlijk een van de eerste keren dat je in Drenthe op jacht bent geweest. 100%. Misschien wel de allereerste keer. Ja.
Ik denk dat hij heel trots op je mag zijn, want als ik zie hoe je dingen oppakt, je kunt zien dat je van jongs af aan er al mee opgegroeid bent. Maar hey, je hebt passie voor de jacht, je hebt ook het respect voor het wild. Het is niet alleen maar het schieten wat belangrijk is. En de kansen die je krijgt, die heb je benut. Ja. Een eerste één. Precies, een eerste Drentse één. Ja, ook dat nog. Nou, mooi. Dat is, ik ben helemaal trots. Dat is in ieder geval gelukt. We zijn in dit veld vrij fanatiek met biotoopverbetering. Ja. Je hebt gezien qua wildsoorten dat de vruchten afgeworpen heeft. Meer dan. Ja, we hebben ganzen gezien, we hebben fazanten gezien, we hebben alles. Meer dan hazen gezien. Ja. Ik had je al verteld dat de hazenstand niet zo heel denderend is, maar ja, met de warmtebeeld en met de verrekijker veel hazen gezien. Zeker. En ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen van het wildarme Drenthe, wat eigenlijk niet zo wildarm is. Valt wel mee. Ja, ik vond het tof om je erbij te hebben en ik hoop jij nog heel vaak te zien. Ik heb erg genoten van deze dag. Mooi. En ik ben blij dat ik een keer met je mee heb mogen jagen. Top. Veel van geleerd. En ik hoop dat het nog een keer... Van de winter dan kom je maar een keer terug voor de bouwjacht op de Vos. Zo gaaf. Dat is nou redelijk vroeg. Het seizoen is wel open, maar wij gaan elkaar nog een keer treffen. Goed. Gezondheid en veel jachtplezier. Komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Jagers TV. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Abonneer u dan nu op ons YouTube-kanaal. Wilt u de eerste zijn die de filmpjes ziet? Klik dan op het belletje hieronder. Graag tot de volgende keer.